Wij zijn Cornelie Vowel en Diederik Tazelaar. Wij vormen samen de werkgroep Humanistisch Verbond Utrecht. Wij zijn geen afdeling, wij zijn een werkgroep. Ina Brouwer heeft als docent mensenlevens en films georganiseerd op de UvH. En ze vond het heel leuk om dat nog te blijven doen, los van de UvH, want ze is inmiddels gepensioneerd. Nou, daar hebben Ina en ik over gepraat. En zo zijn we tot onze filmavond gekomen. En bij de eerste film was Martijn Roosing ook aanwezig. En die heeft zijn project geïntroduceerd. Je moet natuurlijk een goede film hebben, een passende film. Je moet een facilitator hebben, dus iemand die zowel de film inleidt als weer aan het eind het gesprek begeleid over de film. Je moet een goede ruimte hebben waar het sfeervol is, waar de middelen aanwezig zijn, waar even echt nagesproken kan worden. Nou, voor de filmavonden gebruiken wij dus een werfkelder aan de gracht in Utrecht, een hele sfeervolle ruimte, waar gewoon een hele goede accommodatie, de geluids. Licht is allemaal perfect, er is een bar, we kunnen dus drinken, genoeg stoelen, plekken om en de film te kijken en daarna op een andere plek de film na te bespreken. Dus we zitten dus eerst achter elkaar, zoals je in een bioscoop zit, en bij het nabespreken zitten we gewoon aan tafeltjes, soort in een kring. We hebben een website, HumaU. En de website zitten leden van het Humanistisch Verbond Utrecht op. En daarnaast heb ik een bestand van niet-leden, maar wel geïnteresseerden. En die krijgen een mail als ze een lezing hebben of een film. En dan kunnen mensen zich opgeven. En ze mogen ook altijd iemand meenemen. En, als het even kan, een mailing naar de UvH. Voor de filmavonden zijn het tussen de 20 en de 30 mensen. Heel gevarieerd. De jongsten zijn de studenten van de UvH, dus zeg 20ers, 25ers. En de oudste is 70. Ja. Nou, we starten om 7:30. Dan gaat de deur open. En dan drinken mensen een kopje koffie of een kopje thee. Na een kwartier zitten we dus aan de voorkant van de kelder. Daar staan de stoeltjes. Zoals in een bioscoop. Degene die de film inleidt vertelt een kwartier waar de film over gaat. En soms ook wat specifieke dingen waar je op moet letten. Daarna kijken we naar de film zonder pauze. Dus best een lange zit, maar daar hebben we ook bewust voor gekozen dat het gesprek ook aan het eind pas begint en niet in de pauze. Nou, als de film afgelopen is, dan hebben we even tijd om iets te drinken. Daarna zitten we aan ronde tafels. Deze setting waar we nu zitten. En dan degene die de film ingeleid heeft, begint stelt een aantal vragen en daar ontstaat een discussie uit. Mensen die hun eigen visie vertellen over de film, wat ze interessant vonden, waar ze moeite mee hadden. Anderen reageren daar weer op. En, dat moet je echt om 7:30 of 10:30 afkappen. Want het gaat maar door. Het gaat maar door. Mensen gaan allemaal enthousiast weg. Je hoort mensen buiten nog napraten. Een aantal mensen gaan altijd met elkaar nog even naar een bar of een cafeetje om na te praten over de film. Dus het roept best veel op. En het is ook opgevallen de heftigheid waarmee mensen ook kunnen reageren naar aanleiding van de film. Dus het is niet alleen het consumeren van de film, maar het is ook daadwerkelijk daar iets mee doen en iets aan elkaar teruggeven. Dat is wel opvallend. De werkgroep is altijd op zoek naar projecten,
dingen te doen waar we mensen bij elkaar kunnen krijgen om ze of ideeën mee te geven of mensen ideeën te laten delen. Enerzijds doen we dat met de lezingen, maar de film geeft een kader voor mensen, zeker als de facilitator ook wat stuurt. Start met de vraag waar je mensen hun verhalen kwijt kunnen. En dat vinden wij belangrijk, dat we A, mensen bij elkaar krijgen, maar ook dat mensen dingen delen met elkaar. Daarom vinden we het een film bij uitstek een mooi medium, omdat dat het denken van mensen in beweging brengt, waarna ze ook iets te melden hebben. Wij gaan ons volgende project is dat we iets met muziek wilden doen. We hebben Leo Samama bereid gevonden om een avond te begeleiden waarin enerzijds een strijdkwartet, een compositie van Leo spelen en daarnaast ook wat eigen andere muziek wordt daar gespeeld en daarbij vertelt Leo enerzijds over zijn eigen compositie, anderzijds over muziek en humanisme. Dus we zijn heel benieuwd wat dat wordt. Dus in het najaar gaat dat starten. Dat is ons eerste project waar we muziek op de voorgrond zetten.